Welkom bij Sprekershuis Spreekt, waarin we huisgenoten van het Sprekershuis wat nader leren kennen. En mijn gast vandaag heeft meer dan 25 jaar ervaring in reclame, creatieve marketing, innovatie, won prijzen en staat aan de wieg van menig bekende reclame. En ze is ook een bekende spreker op TEDx-evenementen, maar ze is klaar voor een nieuw hoofdstuk. Welkom, Irene Koel. Dankjewel. Als ik zeg hamsteren, wat zeg jij dan? Dan zeg ik hamsterweken. En ik was zo blij dat ik daarbij mocht zijn toen we dat bedachten. Ja, want jij bent een bedenkster ervan. Ja, en zat natuurlijk in een team. Hè? Ik werkte bij het reclamebureau, FHV BBDO heette dat. Dat klinkt alsof er iemand van de trappen valt, maar zo heette dat bureau nou eenmaal. En wij hadden een team en wij werkten voor Albert Heijn. En toen kregen wij die opdracht van, we willen iets à la Dolle Dwaze Dagen of zoiets dergelijks. Weet je wel, januari, mensen, hè, altijd na die dure kerstmaand, dan hebben we altijd een promotiemaand en daar moeten we wat voor. Hè, 3 halen, 2 betalen, dat soort. Maar je moest nog wel echt pushen om de hamster er doorheen te krijgen. Ja, want ja, een hamster kan je natuurlijk heel verschillend uitleggen en ook laten zien. Hè, wij hadden hem nu uitgevoerd, een echt zwart-wit fotootje, want we plaatsten advertenties in de krant en die waren zwart-wit. En wij gingen ons daar naar leiden. Dus wij pakten ook dat kader. We gingen niet daarin out of the box. Dat we zeiden, dat moet per se zo. Zwart-wit foto van een hamstertje. Geshopt achter zo'n boodschappenwagentje. Zo zagen de eerste hamsterweken eruit. Maar dat vond de directie, die vonden dat toch wel een beetje ongedierte. Leek op een rat. Ja, en een beetje van, onze klanten zijn toch geen hamsters. Weet je, soms hebben directies hebben soms een beetje het voorstellingsvermogen van een garnaal. Hè? Dus dan moet je ze toch een beetje helpen om creatieve concepten goed te laten begrijpen. En dus jij kan het weten, want jij hebt aan menig boardroomtafel gezeten. Ik ging soms bloedend weer weg, omdat ik dan weer niet verkocht had. En omdat ik het niet duidelijk heb kunnen maken. Maar dan gaat het over passie en over dat je zo gelooft in je idee, dat je denkt, nou, het zal me toch niet gebeuren dat het niet gaat. Dus altijd volhouden. En dan even wachten. Soms moet je ook kijken naar je concept. Dan moet je dan kijken, als je er dan een Disney-figuurtje van maakt, zoals het nu is. Ja. The rest is history, want die hamster die kunnen we dromen. Ja. Maar het is grappig dat je nu weer met een garnaal komt. En de bonobo-aap heb ik wel eens voorbij horen komen. Het dierenrijk is op een of andere manier jouw metafoor. En jouw nieuwe bedrijf heet The Zoo. The Zoo. Ook nu ben je bij de dieren gebleven. Waarom eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een beetje een. Het zijn twee verschillende dieren die ik dan op elkaar koppel. Ik heb een olibri, een olifant met een kolibri bij elkaar. Ik ben gek op de natuur en de natuur is een van de grootste inspiratiebronnen voor innovatie. Eigenlijk de grootste innovator ever. Dus als je ergens je inspiratie vandaan wil halen, is het van de natuur. En ik hou gewoon heel veel van de natuur. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat we daar goed voor zorgen. En vandaar dat ik. En ik vind het ook leuk om te vervreemden. Ik vind het ook leuk om te laten zien dat je meerdere mensen aan tafel moet hebben. Vandaar dat ik daar een beetje wel een kwinkslag mee heb gedaan door 2 dieren tot 1 dier te hebben gemaakt. Maar ik heb ooit een keer een voorbeeldje van je gehoord dat je met de bonobo-aap aan kan zetten. Ja. En die is dan even solo, die is niet samengegaan met de gorilla. Nee, dat is gewoon eigenlijk, ik kijk heel veel naar de natuur om te kijken hoe lossen zij het nou op. En wat is het leuke van deze aap? Nou ja, die bonobo-aap. Als een bonobo-aap wordt geboren, datzelfde geldt voor een gorilla-aap, dan hebben ze een wit plekje onderaan hun stuitje. Dus zo boven hun billen, zeg maar. Zo'n heel klein wit plekje in hun haar dus. En dat betekent eigenlijk buutvrij. Eigenlijk betekent dat do whatever you want, weet je wel. En ze kunnen alles uithalen in die groep van bonobo's. Ze trekken aan de neuzen, hiërarchie kennen ze niet. En ze mogen alles doen. Iedereen pikt alles van ze, zolang ze dat witte stipje hebben. Als ze zo 2 jaar zijn, dan gaat dat stipje weg. Dan vallen ze in hun gewone hiërarchie van de roedel. En als ze dan dat gaan uithalen, dan krijgen ze, dat weten ze soms zelf, want zij weten het natuurlijk niet, want ze kunnen niet op hun rug kijken, ze komen er op een harde manier achter dat ze daarin zijn. Maar wat is nou de functie daarvan? Het is gewoon heel belangrijk dat je jonge mensen in je bedrijf hebt. En die alles mogen doen. Die gewoon binnen kunnen komen en zeggen, weet je wel, en zeggen. En want dat is heel erg belangrijk. Daarmee hou je de roedel heel erg, ik weet echt niet hoe dat heet bij de bonobo's, maar nou, roedel. Ik ook niet. Die roedel houdt dat gezond. Die houden dat, dus dat is altijd mijn metafoor. Ik dacht dat je ging zeggen van dat mensen zich mogen gedragen alsof ze ook een stip zouden hebben. Dat ook al ben je wat ouder, mag je ook playful zijn. Dat is sowieso altijd wel mijn motto. Kijk, wil je een beetje gelukkig worden tot je 80ste, dan zo rond je 44ste dreig je terminaal serieus te worden.
Hè, dat is altijd een beetje een eng gegeven. Komt ook door je hele bedrijfsleven. Je vindt je een hele pief. Hè, en dat is toch wel heel gevaarlijk. Dus je moet vooral een beetje met humor en relativering naar jezelf en naar anderen kijken. Dus als je in het bedrijf een nar hebt, of wat mensen die af en toe eens even dat kunnen doen, dat is heel gezond. Dus zo'n witte stip, ja, dat wens ik eigenlijk iedereen van tijd tot tijd misschien wel eens toe. Wat voor kennis vind jij dan dat, geef jij dan mee aan een bedrijf bijvoorbeeld als consultant? Nou, uiteindelijk leren ze dus over creativiteit en over marketing. Dat is mijn expertise. Hè, daar leren ze met name leren ze wat het is en hoe ze dat kunnen doen en hoe ze creatiever kunnen zijn en wat precies een concept is en hoe ze dat kunnen uitvoeren. En daar geef ik ook lezingen over, dan doe ik workshops mee. En stuit je nog wel eens op een manager die dan zegt, creativiteit, dat is niet mijn pak, Jan? Ja, alleen maar natuurlijk. Want nee, het is veel moeilijker nu. Het is makkelijker om het uit te besteden. Dus ik zit nu in veel meer. Ik doe het ook niet. Ik doe een aantal grote trajecten, maar ik doe daarnaast ook andere hele leuke dingen om mezelf op te laden. Ja. Want laten we wel zijn, niemand wil het eigenlijk zelf doen. Waarom niet? Nou ja, weet je, dan ga je ook wel eens op je bek. En je maakt ook wel eens iets wat je eigenlijk niet zo leuk vindt. Of dan ga je iets maken en dan zeggen je vrienden, wat is dat dan? Ja, en dan kan je niet meer zeggen, ja, maar dat was dat bureau. Nee, want dan ben je zelf mede verantwoordelijk. Aha, ja. Dus je eigen, weet je, ziel en zaligheid zit erin. En ja, dat gaat wel heel erg over gaan staan voor je werk. Maar wat het ook kan opleveren, heel veel mensen vinden hun werk niet leuk, hè? Ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar goed, dat schijnt zo te zijn. Maar dat komt ook omdat ze niet met creativiteit bezig zijn, omdat ze het niet zelf doen. En dat zie ik ook, al die mensen die dan bezig gaan, daar gaan de lichtjes weer aan. Die denken dan, nou, dit is leuk, zeg. Weet je, en dat is ook, dat vind ik, ik ben daar nu wel aan toe. Weet je, eerst deed ik de communicatie, toen deed ik de marketing. En nu zit ik veel meer in organisatieontwikkeling en in mensen dat die het zelf doen. Maar jij gaat ook zelf de uitdaging aan, want je beseft dus als geen ander dat het moeilijk is om zoiets uit te gaan. En nu ben jij bezig met een eigen vlog, een videolog. Ja. Valt niet mee nog, nee, hè? Nee, nou ja, als je zegt tegen andere mensen van je moet nieuw en je moet durven en doe het nou. Hè, dan, je kan wel een grote bek achter het hek zijn, maar je moet het dan zelf ook wel eens doen. Dus ik zorg er altijd voor dat ik elk jaar zo'n brugklasproject heb. Weet je wel, van die bosatlas mee, klotsende oksels, alle boeken mee en dat soort dingen. Het gevoel van de 12-jarige. Ja. Weet je, ik kan dit niet. Ik ga af. Niemand vindt me meer leuk. Het gaat helemaal mis. Ik ben nou dat. En dat was de TED Talk. Was dat vorig jaar? Was dat natuurlijk. Dat vond je eng. Drama. Ja, nou ja, doodeng natuurlijk. Ja, weet je wel? Afvallen. Te dik. Weet je, nou ja, ik kan het helemaal niet. Nou ja, dat. En dit jaar ga ik beginnen met een marketingvlog te maken. Want vloggers zijn in. Ik had het helemaal bedacht. Want met vloggen en dat zie je ook. Het zijn allemaal jonge pupkes die dat allemaal nu aan het doen zijn over tal van onderwerpen. Maar ik mis eigenlijk over marketing en creativiteit. En over dat wat ik doe, daar heb ik best wel wat over te vertellen. En ook omdat ik lesgeef op de Design Academy. En ik daar dan wel eens wat dingen uitleg. En dan de volgende week of de week daarna moet ik het weer uitleggen. Denk ik, kan het maar beter opnemen. Ik heb het al een keertje. Dus ik dacht, nou weet je wat, als ik nou mijn lessen ook opneem, dan kunnen ze het gewoon nog een keertje nakijken. Maar je spreekt nu dus ook. Ja. Behalve TED ben je ook vaker voor publiek te vinden. Dat vind ik hartstikke leuk. En wat wil je ze dan meegeven? Nou ja, ik daag ze natuurlijk uit. Hè. Het is wel rebel in the house dan. Hè, dan ga ik wel, ik geef tips en tricks voor creativiteit. En ik zeg, kom op mensen. Hè, we gaan nu wel eventjes aan de gang. Dus ik hoop wel dat ik ze dan inspireer met voorbeelden. Met ook anekdotes, met inspiratie uit de natuur. Met de kan niets en alle ja-maars. Zodat ze daarna. De kan niets en alle ja-maars. Kan niet en allemaal ja-maars. Maar laten we er nog eentje uit de natuur pakken. De vis. De vis? Dat is een oudje. Ja, oké. Okay. Ja, ik kende hem niet. Het is van jou. Dus nu zit iedereen super nieuwsgierig thuis. Wat zou het zijn met die vis? Een leuke cliffhanger. Ja. Ja. Als ik jou vraag om een vis te tekenen. Doe eens met je vinger en je tekenisvis. Ja, zo. Nee. Ja. Dus als jij aan 10 mensen vraagt om een vis te tekenen, dan tekenen ze bijna allemaal zo'n vis. Volledig normaal, helemaal niks aan de hand. Weet je, dat is helemaal niet erg. En zo'n 8 van de 10 die doen dat. Maar als ik jou nou vraag om een vis te tekenen die daar niet op lijkt en daar niet op lijkt en daar niet op lijkt, dan bij ongeveer vis 25, dan ben je origineel. Je moet je voorstellen, jij en al die andere mensen, die verzinnen die eerste 10 vissen
allemaal, hè, die andere vissen. Hè, dus zo met in reclame is dat zo, seizoensconcepten, dat is vis 4, ongeveer. Weet je, oh, we doen iets met momenten, met Valentijn. Weet je, dat is vis 3. Ja, dat is helemaal niet erg. Dat zie je dus als je goed naar een reclameblok kijkt, dan kan je zeggen, oh ja, dat is vis 5, 6. En de echte originelere, dat zijn. En dat is ook belangrijk, dat je natuurlijk wat originelere verhaaltjes vertelt of concepten bedenkt. Want dat zegt iets over jou ook. Dat straalt af op jou. Dus denk in vis 100. En in deze tijd gaat het niet alleen over reclame, maar we zitten in een verandering van een tijdperk. In een transformatieperiode waarin we als maatschappij hebben we behoefte aan mensen die in honderdste vissen kunnen denken. We hebben creativiteit is belangrijker dan je lesjes allemaal goed leren. Want we komen voor uitdagingen te staan waar we op dit moment dat we denken, nou, schiet mij maar door een pak melk, ik weet het niet. En wat je dan wel kan helpen, ook om gezond te blijven, is dat je creatief kan denken, flexibel kan denken, in oplossingen kan denken. En daar help jij bij? Daar help ik bij. Want dat is gewoon te trainen. Je moet je bedenkspier trainen. Waar zit die? Die zit ongeveer hier in het midden. Die zit hier in het midden. Dan kan je heel goed zo lateraal denken en heel goed. Ja. Dat kan je oefenen. Dat kan je serieus oefenen. Er zitten echt. Laten we wel zijn, een kind van 6, die kan dat al. Wij leren het af. Naarmate wij op school komen, leren wij onze creativiteit af. Ja, niet op de Design Academy, maar op algemene scholen eigenlijk wel. Als je een kind van 6, die stelt ongeveer 80 vragen per dag. En dan niet mag ik de suiker, maar waarom vragen? Hele rare. Heb je wel misschien ervaring mee. Ik had eens een keertje een jongetje in de auto van 4 en die zei, waarom heeft dat huis haar bij een rieten dak? Nou, dat zijn hele originele, dat is een hele originele gedachte. Nou, en een kind en een man van, dus een kind van 6, 80 vragen. Iemand van 60, nog maar 6 vragen. Ja. Want we vinden alles normaal. We vragen ons niet meer af, waarom is dat eigenlijk zo? Hoe komt het nou dat we dat zo hebben geregeld eigenlijk? Kan het ook niet andersom? En wat levert die input van creativiteit bij een bedrijf op? Ja, nou vaak is het, mijn lezing is vaak, het is ofwel een lezing. Maar in de workshops die we doen zijn dat vaak langere trajecten, hè, van 6 maanden. Waar we echt met een groep van hen, hè, gaan we gewoon zo'n heel traject in. Om business development, nieuwe producten, nieuwe concepten te verzinnen. En voor een lezing is het handige tips en tricks. Die ze echt ook kunnen gebruiken de volgende dag. Vaak is het zo dat, je hoort het wel, ik heb allerlei uitdrukkingen dat ze zeggen, we zijn helemaal veel vissen gaan tekenen hoor. Of, we hebben hier heel veel bodem boven. Nee, weet je, dus kennelijk spreekt dat tot de verbeelding. En dat is goed, want je moet verhaaltjes vertellen die goed doorkwekbaar zijn. Wat heel grappig is, we hebben de hele tijd over die metafoor van de dieren. Maar die gebruik je ook echt in de praktijk, want soms neem je mensen mee naar de dierentuin. Ja. Ja, dan of het nou de apenhul is of Artes, dan doen we een lezing in Artes. En daarna gaan we de tuin in en dan laten we ook daadwerkelijk zien welke metaforen van de natuur, over innovatie of over verkoop. Hè, hoe verkoopt een dier zichzelf? Flamingo? Dan kan je allemaal, een flamingo, hoe ziet die eruit? Dat kan in bloemen zijn, maar ook in dieren. En dan gaan we ze langs en dan blijft die natuurlijk ook heel goed hangen. Maar werkt dat echt? Of is het bedoel je? Nou, ik bedoel nee, meer het van. Niet. Nee, ik bedoel, het klinkt dan. Het kan ook een beetje kinderachtig klinken. Van nu gaan we daarna door de dierentuin. Nou ja, hoe kan het helpen om dan die boodschap te laten beklijven? Nou ja, mensen vinden het. Metaforen werken altijd heel erg goed. En het is vaak ook zo. Kijk, als in die dierenwereld. Het zo naar. Biomimicry noemen ze dat ook echt. Hè? Als je de natuur doet het voor, is de grootste inspiratiebron die er maar is. En als je zegt, kijk, de natuur die doet het zo. Zo kan jij het ook misschien doen. Kan je één voorbeeldje geven, wat we dan zien in de dierentuin? Die bonobo is eigenlijk daar een voorbeeld van, hè, hoe dat werkt. En je zei ook van bloemen, zei je? Ja, bij bloemen geldt het heel erg van hoe ze reclame maken. Hè, met hoe ze opengaan en hoe dan met stampen en hoe dan met die kleuren en welke geuren. Hoe geur erbij speelt, hoe ze kunnen aantrekken. Er zijn zoveel voorbeelden. Maar het helpt mensen in ieder geval om uit hun, om hun comfortzone te verbreden. Groter te maken, ja. Voilà. Ja. En daar helpt het heel erg bij. En het is vaak, dat soort lezingen zijn vaak, als ze op de hei, ze zijn dan aan het vergaderen, vaak buiten, over de strategie voor het komend jaar of de jaarplannen. En dan hebben ze ook vaak een uur inspiratie en toekomst, trends naar de toekomst toe. En wat gaat er gebeuren? Nou ja, dan kan je mooi daarna ook de koppeling weer naar de natuur maken. Dan heb je een heel mooi hele mooie ronde dag eigenlijk. En daar help jij bij? Daar help ik bij, ja. Dus de bottom line is, laat creativiteit toe in je leven. Ja,
Daar wordt iedereen gelukkiger van, denk ik. Dankjewel. Graag gedaan. Gaat het al een beetje stromen bij u? Moeten de luiken ook even opengegooid worden? Nou, Irene Kool is te boeken bij Sprekershuis. Kijk dan even op de site. Dankjewel voor het kijken. Dag.